Jos en Monique verdiepen zich al meer dan 30 jaar in reïncarnatie. Jos heeft zo al 1000 regressies uitgevoerd. Dat is een soort hypnosetechniek waarbij hij iemand terugbrengt naar zijn vorige levens. Wat heb ik geleerd? Ten eerste dat we sneller terugkomen dan we zullen denken. Dat we heel veel vorige levens hebben gehad. Dat de periode tussen twee levens in vrij kort is. Laten we het de dood noemen, maar ik spreek liever over een soort van tussenbestaan. Vrees de dood dus niet, we komen nog terug. Wel niet als een dier, een mens blijft een mens. Maar er is dus wel degelijk leven na de dood. Zo waren zowel u als ik er volgens Jos al bij in de middeleeuwen. Kijk, dit zijn de levens van het jaar 1000 tot ongeveer het jaar 2000. Dat zijn alle vorige levens van één persoon op een rijtje gezet, achter elkaar in een tijdrepel. En dan gebruik ik groen voor de mannelijke incarnaties, blauw voor de vrouwen. Bijvoorbeeld, dit is een man in Engeland, gevolgd door een vrouw in Ierland. En dat gaat dan zo helemaal door de eeuwen heen. We nemen wel altijd enkele kenmerken mee naar ons volgend leven, zoals Jos zelf in een paar vorige levens, troubadour. In zijn huidig leven kent u hem misschien ook wel als Jos Mos van Catastrophe.